Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zullen we praten met mevrouw Rosanna Amian, die systemisch begeleider is in werkgroep Wie Ben Ik. Het gaat erom dat we het gaan hebben over de familieverbanden en hoe je gedragspatronen kan herkennen, verbeteren om het in het vervolg beter te doen. Blijf te kijken. En we zitten hier met mevrouw Rosanna Amian. En we gaan het dus hebben over eigenlijk hetgeen ze doet. En waarom het belangrijk is dat hetgeen ze doet, dat het ook wel gewoon naar de buitenwereld toe duidelijker is. Wat voor belang ze daarbij hebben. Mevrouw Amian, welkom in de studio vandaag. Hoe gaat het met u? Hartelijk bedankt. Heel goed, dank u. Ja. Ik heb een onderwerp gezien, ordening in de familie, en het heeft me wel heel danig aangesproken. Dus ik wil graag weten, u bent voorzitter van de stichting. De systemische begeleiding doe ik in de werkgroep. Is een werkgroep nog. Oké, wat houdt het precies in? Het heeft te maken met, we komen uit het systeem en u kunt zeggen een familie. En dan is het heel belangrijk om te kijken van, wat draag ik in mijn familie? Wat stroomt makkelijk? Wat is succesvol? En wat is verstorend? En vaak ervaren we dat we tegen dezelfde dingen aanlopen, of bijvoorbeeld in een relatie. Wat maakt dat de relatie niet makkelijk lukt? En dat we vaak van relatie tot relatie gaan. En dan vragen we ons af, maar hoe komt het dat het lijkt alsof ik tegen dezelfde man of tegen dezelfde soort vrouwen aanloop? En dan kunnen we op deze manier gaan kijken, vanuit mijn vader en mijn moeder, hoe zit het in het systeem van mijn vader, hoe zit het in het systeem van mijn moeder? En dan praten we ook over zielen, praten we over van, worden ze uitgesloten of zijn ze erkend? Want in dit systeem is het belangrijk dat iedereen wordt geteld. Iedereen wordt geteld. Niet van iemand dat zeggen, ook in het Surinaams, teri ding. Ja? Nou, en dan kunnen we in zo'n familiesysteem gaan kijken, wie is uitgesloten? Zoals zelfmoordgevallen worden vaak uitgesloten, mensen die ziek zijn, of mensen die een moord hebben gepleegd, of mensen die HIV hebben, worden vaak genoeg uitgesloten. En dan vraagt dat systeem eigenlijk om erkenning. Want iemand die zelfmoord heeft gepleegd, praten we niet makkelijk over. Dus eigenlijk zijn we boos of we schamen ons. En zo iemand wordt uitgesloten in het familiesysteem. En dan praten we over herhaling. Dus dan kunnen we dat herkennen bij ziektebeelden, we kunnen herkennen bij gedragingen, zoals bijvoorbeeld een moord of geweld, ja, wat maakt dat het zich steeds herhaalt. En als we terugkijken in ons familiesysteem, dan kunnen we zien van, oh, bij mijn vader komt dat voor, of bij mijn moeder komt dat voor. En als we dat patroon verbreken, ja, dan kan ik veel meer in mijn kracht staan om vol in het leven te leven, dus succesvol. Maar als ik eigenlijk leef met een bagage waarbij ik verdrukking ervaar of verstoringen, dan kan ik niet succesvol zijn. Dan kan ik ook niet succesvol zijn in een relatie. Laat staan in mijn werk, laat staan in een organisatie. Ja, opmerkelijk wat u zei. Dat is inderdaad zo. Meestal heb je dan een patroon dat zich zeg maar blijft herhalen. Voilà. U heeft aangehaald het verbreken. Maar voordat ik op dat stukje kom, ik vind het heel spannend wat u gezegd heeft. Waarom bent u hiermee gestart? Nou, ik ben zelf, ja, opgroeiende op zoek geweest, niet wetende van waar ik nu zou zijn. En in mijn systeem groeide ik op met vaak genoeg verhalen, die is van een andere vader, die is van een andere vader. Maar ik had zoiets te praten maar. En ik had zoiets, ik lijk meer op mijn moeder, die andere lijkt meer op mijn vader. Maar ik heb mijn moeder namelijk verloren toen ze 8 was en 16 toen mijn vader, 16 toen mijn vader stierf. En daar is eigenlijk mijn zoektocht begonnen, zo'n beetje. Want 2 weken na mijn vader begrafenis werd ik geconfronteerd met een tante, een zus van mijn moeder. Die zei toen, kom je vader zien? En ik had zoiets van, wat gebeurt met deze vrouw? Mijn vader is toch al begraven? Zit ze spoken? Maar uit respect, dan luister je naar Bigismas. Dus ze zegt, kom, ik zeg je geen gekke dingen hoor. Want ik zei nog tegen haar, mijn tante, we hebben papa pas begraven. En toen zei ze, kom luister, ik zeg je geen gekke dingen, kom je vader zien. Dus ik volgde haar en we gingen voor de poort. En ik zie een man, ik zie het echt nog in een groene pick-up. Een Javaanse man, ik zie dat gezicht en als ik naar mijn gezicht kijk, dan herken ik dat ook, dat ik echt op hem lijk, op dat gezicht van hem. En ze zei in het Javaans van, kijk, dit is je dochter. Vind je niet dat ze op je lijkt? En ik verstond dat. Dus ik zei, sorry hoor, mijn vader is overleden. Hij is al begraven en ik liep weg. En voor mijn 30e ben ik begonnen met NLP, neurolinguistisch programmeren. En daar is mijn pad eigenlijk helderder geworden. En uiteindelijk systemische begeleiding, persoonlijke begeleiding, intuïtief coaching. En daar ben ik meer gaan ontdekken van, oké, wat maakt dat ik van binnen eigenlijk me eenzaam voelde? Wat maakt dat ik contact maakte met mijn zusters en mijn broers? Maar
eigenlijk ben ik niet de oudste, ik ben de derde en ik neem de verantwoordelijkheid op me. En wat maakt dat zij niet uitreiken naar mij en ik steeds naar hun? En dat maakte me verdrietig. Dat ik op een gegeven moment met Bouke hierover sprak. En toen zei hij van Rosanne, zij kunnen niet helpen. Jij bent in het hier en nu, zij niet. En toen kon ik dat meer ontvangen. Maar mijn zoektocht ging verder, want uiteindelijk sprak ik ook met mensen. En net als ik zei, ik reikte naar hun uit, zij niet. Dus mijn zusters en mijn broers. En tot op een gegeven moment iemand tegen me zei, maar Rosanne, maar wat is er dan in het familiesysteem? Ik zeg, ik weet het niet. Want toen ik opgroeide hoorde ik heb een andere vader, die heeft een andere vader. Dus mijn vrouw zei toen tegen me, maar wat maar dat je vader niet gaat zoeken. Toen zei ik, ja, maar hoe? En toen zei ze, die tante die dat verhaal heeft verteld. Dus zo belde ik die tante op en zo is mijn zoektocht begonnen. En daadwerkelijk heb ik een andere vader. En ik ben echt vol bloed-Javaanse, terwijl mijn vader die me groot heeft gebracht, die is half Chinees. Dus ik zei wel van, ik ben drie kwart Javaan, kwart Chinees. Maar ergens voelde het niet dat het klopte. En toen ging de zoektocht. Ik heb drie zusters van mijn vaderslijn. En van mijn moederslijn ben ik de derde van zes kinderen. Nou, en toen kon ik begrijpen wat maakt dat ik verantwoordelijkheid op me neem. En eigenlijk zo'n beetje die trekker ben, om het zo te zeggen. Dingen regelen, dingen ordenen. Willen dat het goed gaat. En dat heeft eigenlijk de oudste in het gezin, om het zo te zeggen. Maar toen ervoer ik ook veel meer rust. Ik kon dat ook herkennen in de relaties. Dat waar ben je eigenlijk op zoek naar? Dat gemis van een vader die niet in mijn leven is geweest. Ook mijn moeder vroeg verliezen, maar ik ben een vadersdochter. En dat herken ik vanuit het ondernemen. Een moederszoon of een moedersdochter, die is wat zachtere energie. En dat heb ik niet. Ik heb meer dat ondernemen. Sowieso dat verzorgen, dat is een stukje vrouw zijn in me. Maar dat heeft ook gemaakt dat ik meer aan mezelf ben gaan werken. In de balans van die vrouwenenergie en die mannenenergie in mij. En dat heeft dan uiteindelijk, toen we de opleiding systemisch begeleiding hadden gevolgd. En zijn er 9 gecertificeerde begeleiders geleverd door Bouke de Boer. Toen was het ook van, wat doen jullie verder? En toen zei hij op zijn advies van, begin met een platform, reik uit naar de gemeenschap. Toen hebben we dat gedaan, maar dat was het 1 keer per maand. En dan had je verschillende begeleiders. En dan begreep u denk ik dat niet iedereen bij A wil gaan, maar eerder B kiest. Maar dan had je dat per maand, dat iedereen een tourbeurt had, om het zo te zeggen. Mm. Dus velen kwamen niet aan de beurt en zeiden van, zo lang hebben we te wachten. En ik ben nooit op de voorgrond, dus ik was altijd assistent, begeleider of inleider. En als er echt iemand die de beurt had voor begeleider en niet was, dan nam ik het over. Dus uiteindelijk was de vraag van, maar Rosanne, wat maar dat je het niet doet. En toen sprak een lid die nu nog in de werkgroep zit, Roy, en Augusta, die helaas is overleden, die zeiden toen van, maar wat maar dat wij het niet doen naar de gemeenschap. Toen zei ik, oké, maar geleerd uit de training van, dit doe je niet alleen, want je bent met de psyche van de mens bezig en je kan niet alles in beeld hebben. Soms kan je dingen niet zien. Mm-hmm. En dat is heel gevaarlijk. Dus toen zei ik, nou, ik wil het alleen maar doen als ik ook wel een assistent begeleider heb. En Augusta heeft die opleiding ook gevolgd. Dus zo zijn we begonnen. En Roy was ondersteuner dan. Nog steeds is hij ondersteuner. Dus zo zijn we begonnen. En al 17 jaar, want 25 mei hebben we ons 17-jarig bestaan mogen herdenken. En daar danken we voor. En zo zijn we begonnen als enige werkgroep toen. Op uit te reiken naar de gemeenschap. En dat het ook laagdrempelig is. Want u weet ook, denk ik, dat als je naar een psycholoog gaat of zo, met alle recht, hoeveel er wordt gevraagd. En niet iedereen kan dat. En het mooie van dit systeem is dat je op dat moment de verandering bij de cliënt ziet. Ja? Dus ik zeg, maak het zelf mee. Want u kunt naar mij luisteren en denken, nou, die vrouw vertelt wat, maar ik geloof het niet. Maar op dat moment is er een verandering bij de cliënt. De cliënt geeft ook aan, want dan wordt er gevraagd, hoe voelt u zich nu terwijl het gaande is, die opstelling? En dan zegt de persoon bijvoorbeeld van, ik voel dat mijn schouders wat lichter zijn. Of ik merk dat ik beter kan ademen. Want vaak genoeg houdt men de emoties vast om door te kunnen gaan. Want niemand wil een huilenbalk zijn. Of niemand wil voor de klas staan of in het werk, maar een huilenbalk zijn. Mm-hmm. Of in een relatie. Dus die wil maar flink zijn. Maar in dat flink zijn is het vaak overleven. Precies. En dat, voor kinderen voelen dat bijvoorbeeld. Een simpel voorbeeld. Ik was in de opleiding en een collega van me, die haar broer had zelfmoord gepleegd. En ze was boos erover, want ze had zoiets van, maar wat maakt dat hij niet met me versproken? Ik had toch kunnen helpen. Mm-hmm. Dus het is jaren zo gegaan, tot op een gegeven moment ze zegt van, ik wil hier naar kijken. Wat maakt dat mijn broer zelfmoord heeft gepleegd? Want eigenlijk ben ik boos op hem. Mm-hmm. En er is een opstelling voor haar gedaan. Het proces heeft gewerkt, ze ging naar huis, ze heeft 2 dochters, nu inmiddels heeft ze 4 dochters. En ze 2 dochters, en toen ze naar binnen kwam, dat was een meisje van 6 jaar, en die keek naar de moeder en zei, mama, je bent niet meer boos op me, no? Dus, doordat die moeder eigenlijk
dit niet heeft kunnen verwerken van haar broer, dat hij zelfmoord heeft gepleegd, had ze een boosheid dat ze met ze meedroeg. En dat uitte ze het? Nee, ze uitte het niet, maar dat was die energie die ze uitstraalde. Ah, okay. En dat was de dochter dat ervoor. Mm-hmm. Dus vandaar dat ze direct die verandering bij die moeder kon zien en zei, mama, je bent niet meer boos op me, want die boosheid trok dat kind naar zichzelf aan en denkende van mama is boos op me. Ja. Maar u heeft het gehad over een opstelling, u heeft het gehad over een proces. Wat houdt het precies in, dus die opstelling? U zegt een opstelling wordt gemaakt en het proces, dus hoe ziet dat allemaal eruit? Dus een opstelling, iemand komt met een hulpvraag. En de hulpvraag heeft een energielading te hebben. Kijk, als iemand bijvoorbeeld komt en zegt, ik wil weten wat, maar dat mijn buurman elke morgen ruzie met zijn vrouw maakt, dan kan ik niets daarmee doen. Mm. Maar als iemand komt en zegt van, weet u, ik merk dat ik met mijn moeder niet zo'n goede communicatie kan hebben. Ik wil wel met haar praten, maar dat is alsof iets me blokt. Nou, dan voel ik daar een lading, want dit systeem werkt vanuit voelen, niet vanuit het denken, want dat hoofd gebruiken we elke dag, maar uiteindelijk blijven we malen. Mm-hmm. Ja? Maar dat voelen is dat klein stemmetje dat u precies zegt van, vandaag ga niet op straat, want het is niet veilig genoeg. Maar we luisteren die naar en als iets gebeurt, dan zeggen we, ik had het geweten. Mm-hmm. Snapt u? Ja. Nou, dus met dat gevoel werken we. Nou, en als iemand zegt van, ja, ik heb geen goede communicatie met mijn moeder, ik voel dat er iets blokt, terwijl ik wel met haar wil praten, dan kan ik zeggen, dan voel ik dat ik daarmee iets kan doen. En dan zeg ik simpel van, oké, ik begin altijd klein, want als ik te groot begin, dan kan ik geen overzicht meer hebben. Mm-hmm. Dus ik begin altijd klein en zeg, oké, kies iemand uit voor, dus er wordt een representant gekozen voor het familiesysteem. En dan zeg ik, kies iemand voor uzelf en kies iemand uit voor uw moeder. Ergens weet ik ook dat iedereen komt vanuit de vader en de moeder. Wat er ook is gebeurd. Als die moeder nog prostitutie is, of de vader alcoholist, of verslaafde, noem maar op. Iedereen komt uit de vader of de moeder. Ook als iemand ter adoptie is afgestaan. Nou, en het feit alleen dat iemand zegt, ik heb geen goede communicatie met mijn moeder, dan komt al de vraag in stilte bij mij, waar is de vader? En meestal is de vader uitgesloten. Vaak genoeg is het een scheiding, of ze zijn niet meer met elkaar. Nou, en dan wordt zo iemand geplaatst in de zaal. En op de manier hoe ze worden geplaatst, dan kan ik al zien van, er is een verstoring. Mag ik mogelijk met een voorbeeld aangeven? Ja, dat mag zeer zeker. Oké, nou, dus dan ga je op gevoel kiezen. En ook als iemand zou kiezen, als de cliënt iemand zou kiezen waarbij ze vindt van, die moet op mijn moeder lijken, het werkt. Ja? En als het wordt gedaan, zo'n opstelling, dan kiezen we geen bekende, geen familie. Omdat we het systeem zo zuiver mogelijk willen houden. Want als het een familie is of een bekende met de cliënt, dan kan het beïnvloed worden. Ja? Nou, ik scheur wat papiertjes hier om het als een symbool voor een representant hier op tafel te leggen. Dat er gezien kan worden dat middels deze symbolen die iemand voorstelt al in zich is. En dit is dat wat u eigenlijk twee keer in de maand doet? Ja, twee keer in de maand. Het is de tweede zaterdag of de laatste zaterdag, afhankelijk hoeveel zaterdagen er zijn. Kijk, als ik dit kies, ja, van blanco papiertje kiezen is beter. Dus het zegt eigenlijk, een opstelling kunt u zien als naar een probleem. Ik hou niet van het woord probleem, want er altijd oplossingen zijn. Maar naar een situatie kijken op een afstand. Want meestal is de situatie te verdicht en dan kunnen we geen overzicht hebben. Ja. Kijk, als dit bijvoorbeeld representeert een kind en ouders, vader en moeder. En dan zeg ik van oké, als ik bijvoorbeeld, of u mag het doen. Ja, vindt u dat goed? Mm-hmm. Als u plaatst de moeder en de vader en het kind. Zo moet ik ze plaatsen? Zoals u wil, zoals het voelt. Oké. Gewoon hier, ja. Ik zal hem zo plaatsen, denk ik. Oké. En als dit de vader is? Ja. Dit is de moeder? Yes. En dit is het kind? Ja. Oké. Dit is het gezicht voor, ja, de zijkanten. Zijkant van het lichaam en hier is de achterkant, de rug. Mm-hmm. Ja, oké. Als u de vader hier plaatst, zijn richting is naar voren. Dus niet naar de moeder. De moeder kijkt wel naar de vader, maar er is geen contact. Dus dat geeft al aan hoe de binding met vader en moeder is. Mm-hmm. Ja? Oké. Dit is het kind. Het kind staat tussen vader en moeder. Mm-hmm. En meestal in ruzies, scheidingen, gaan kinderen ertussenin staan. Want ze gaan helpen.
En onbewust worden ze ook door hun ouders daar geplaatst. Want vader gaat trekken aan het kind, moeder gaat trekken aan het kind. Wat gebeurt ook met zo'n kind? Een kind raakt belast. Want eigenlijk wil het kind wel bij papa. Maar ergens voelt dat kind van, hé, ik verloochen mama. Die wil bij die moeder. Maar ergens voelt dat kind, ik wil mijn moeder niet verloochenen. En dan krijg je hier een hele belasting bij kinderen. Dat heb je echt bij scheidingen, ruzie en de ouders. Ja? Dus dit geeft al de binding, maar het geeft ook de plek van volgorde. Vader, kind, moeder. En het geeft ook de balans. Dat er hier geen balans is, want het kind wordt belast. Ja? Dus als we kijken naar de goede volgorde. Vader staat aan de rechterkant van moeder. Ja? Dus moeder staat aan de kant van het hart van de vader. En het kind staat voor de ouders. Dit geeft aan binding. Dus er is binding tussen vader en moeder, maar er is ook binding naar kind. Ja? Dit is ook een manier van binding. De ouders die achter het kind staan. Het kind wordt ondersteund. Ja? Oké. Mensen die visueel gesteld zijn, zeggen nee, dit voelt niet zo lekker voor mij aan. Dit voelt veel beter voor mij aan. Dan is het ook oké. Dus eens even kijken, hoe is de persoon zelf gesteld? Dan kunnen we kijken naar, dus dit geeft binding aan, sowieso. En balans van geven en nemen en plek van volgorde. Dus er zijn drie natuurwetten waarmee dit systeem wordt gewerkt. Dus binding, plek van volgorde, balans van geven en ontvangen. Dit is ook binding. Je hebt een vader, moeder, kind. Ja, is ook binding. En het is ook plek van volgorde. Want de vader hoort aan de rechterzijde, moeder naast vader en het kind in volgorde. Stel nou eens, zoals daarnet, dit ook plaatsvindt, dat het kind ertussen staat, is een belasting. Dan kunnen we ook vaak genoeg gaan kijken, wat voor studie zal zo'n kind gaan kiezen? Wat denkt u? Ik denk advocaat. Klopt, het recht laten geschieden. Want hier is het kind onrecht aangedaan om te belasten. Dus zo'n kind gaat vaak ook rechten studeren of het kan in de verzorging gaan. Omdat er niet goed voor het kind is gezorgd. Dus het gaat eigenlijk veel verder dan we denken. Maar wat als er een gezin is waarbij die vader er niet is? Ja. En dan heb je dan alleen dat kind en die moeder. Ja, nee, u hebt moeder weggezet, dit is vader. Ja, ja, sorry. Okay. Niet erg. Dat gebeurt vaak als een ouder niet in de relatie gebleven is of één ouder komt te overlijden. Ja. Dan gaat vaak één van de kinderen op de plek van die ouder die er niet meer is, ja, wel helpen om balans te brengen in dat systeem. Dat het door gaat stromen. Maar het gaat ten koste van het kind, want het kind gaat op de plek van de ouder. Terwijl het kind is. Als zo'n kind uiteindelijk zich verbindt in een relatie, op wiens plek? Hoe zal dit kind zich verbinden? Als een man met een vrouw, of vrouw met een man, of als een vader met een dochter, of een moeder met een zoon? Als een vader. Ja? Nou, want dit is niet de plek van het kind om naast de moeder te staan. En te meer als het kind hier aan deze, want dit is het kind, en die moeder staat hier. Dus het kind staat op de plek van de vader. Maar in zo'n geval, zeg maar... Komt het dan voor, want als je bijvoorbeeld, dan bekijk ik het in beide gevallen, een meisje die geen vader heeft gehad, dan heeft zij veel mannenenergie, is dat het? Ze afstoten? Ze kan gaan overheersen, niet afstoten, maar overheersen, waardoor mannen die eigenlijk in haar relatie komen, niet de ruimte krijgen om man te zijn. En bij een jongen is het dan, want dan lijkt het alsof ze te protective worden, als het dus gaat naar hun partner toe. Kan. Ja, toch? Omdat ze meer... in de relatie staan als een vaderfiguur of een moederfiguur. Mm-hmm. Ja? In plaats van man tot vrouw of vrouw tot man. Mm. Ja, heel erg interessant. Het is super interessant, want we zien vaker gedragingen bij mensen. En je vraagt je af, maar waarom ben je zo dominant misschien als vrouw? Of het lijkt alsof je niet kan luisteren, of als man ben je, snap je? En dan krijgt die man ook geen ruimte om te ademen. Precies. Hij krijgt geen ruimte om man te zijn. En dan zijn vrouwen geneigd, vooral met overheersende mannenenergie, te zeggen, je bent er niet voor me, je helpt me niet. Maar zij geven die man geen ruimte om man te kunnen zijn. Maar dan kan de vrouw ook bijvoorbeeld zeggen, ja, maar hij doet het niet. Maar als er een overheersende mannenenergie is in de relatie, heeft die man geen ruimte om te ademen. En dat is waar vrouwen bewust van hebben te zijn. Ja. Dus vrouwen hebben meer te gaan zakken naar hun vrouwenenergie. Dus ze mogen vadersdochter zijn, maar dat ben ik ook. Maar het is ook de uitdaging om te gaan leren werken aan je vrouwenenergie. En dat is die zachte, zorgende energie. En hoe doe je in het geval waarbij je als kind, want we hebben in Suriname veel al eenoudergezinnen, helaas.
Hoe doe je dan waarbij je uit een eenoudergezin komt, als jongen of als meisje, en je hebt zoiets van je wilt wel verandering brengen in het systeem? Heb je per se de andere ouder nodig om dat te kunnen doen, of kan je dat alles zelf bewerkstelligen? Je kan het allemaal zelf doen. Het begint alvast dat als de moeder alleen in de relatie is, om welke reden dan ook, dat de vader niet meer in de relatie is, ja, ook als die vader is overleden, dan behoort de moeder bewust van te zijn, een kind komt uit de vader en de moeder. Dus het is niet mijn kind alleen. We zeggen vaak mijn zoon, maar het is onze zoon. Als mensen bijvoorbeeld tegen mij zeggen van Rosanna, ik wil graag naar de situatie kijken, want mijn zoon, het lukt niet met zijn studie. Dan zeg ik, u bedoelt onze zoon. En dan kan ik daaruit al voelen dat die vader niet volledig wordt erkend. Ja? Nou, terwijl als die vader wordt erkend, praten we makkelijk over onze zoon. En vaak genoeg is het ook dat die moeder zich in de steek gelaten voelt door die vader. Maar dan kunt u gaan kijken naar haar systeem, uit haar ouderslijn. Hoe is het met vader en moeder? Vaak genoeg komt het al voor dat zij haar vader ook niet heeft gehad in het opgroeien. Ja? Dus op een systemische laag, zielenlaag, verbindt ze zich eigenlijk met de vader. Ze zoeken naar een vader. Maar doordat ze niet bewust ervan is, heeft die relatie geen kans van slagen. Want die man krijgt niet de ruimte om man te zijn. Maar ze is op zoek naar een vader. Dus ze verbindt zich met de vader, maar niet met de man. Ja? Nou, oké. Dus als die moeder daar bewust goed ermee kan omgaan van wat er ook is gebeurd, je hebt een vader. En het kan zijn dat die vader geen verantwoordelijkheid neemt, want dat heb je ook vanuit het systeem. Ja, er is geen oordeel daarin. En dan kunnen ze zeggen van, weet dat je vanuit de vader komt en hij neemt geen verantwoordelijkheid, maar laat het bij hem. Laten we kijken wat wij ervan kunnen doen. Mama doet het beste om ervan. Maar vaak genoeg heb je als alleenstaande moeder dat die boos is. En je vader kijkt niet naar je en je vader geeft me geen geld. Maar dat is niet de business van het kind. Het is van, voor jou als moeder om te weten hoe ermee om te gaan. En als je niet weet hoe ermee om te gaan, dan ga je naar de therapeut of je gaat met volwassenen praten, jouw leeftijd, of ouderen. Maar niet met het kind. Want als we dat doen, belasten we het kind. Ja, want het kind voelt ook al, oh, mijn vader wordt niet erkend. En een kind komt uit de vader en de moeder. Dus het kind voelt al een deel van me. Want we zijn 50% vanuit vader, 50% vanuit moeder. Dat maakt dat we 100% zijn. Dus het kind voelt al, oh, 50% word ik niet erkend. Dus hoe compleet zal zo'n kind in het leven staan? Ja? Ja, precies. En vandaar dat we nu ook merken, steeds meer, dat jeugdigen zo vroeg in een relatie gaan, waar zijn ze op zoek naar? Die aandacht en die liefde die ze missen. Helaas verkijken ze zich. En iemand die misbruik daarvan gaat maken, helaas. Dus zo kunnen we ook hiernaar gaan kijken. Ja? Okay. Dus wanneer een kind dan uiteindelijk op zoek is naar zichzelf, zoals ik op zoek was, kan die wel eraan gaan werken aan zichzelf, aan zijn eigen leven, om verandering in te brengen in zijn leven, om compleet in het leven te staan, 100%. Dat het wel kan gaan lukken. En ook als zo'n moeder geen verantwoordelijkheid nemen, omdat moeder in die boosheid zit, kan het kind wel verder. Dus door te buigen, te accepteren, want we kunnen ook kijken naar verbroken relaties. Hoe gaan we verder in een nieuwe relatie? We zeggen, oh, ik heb niets daarmee te maken, want die is fout en noem maar op, maar ik ben niet fout en ik ga verder. Maar ik buig niet voor die relatie van waaruit ik kom. Ik buig niet voor de goede dingen. We kijken alleen maar naar dat verdriet en die boosheid. Maar we kijken niet naar die goede dingen. En als er kinderen zijn, ja, kijken we niet eens naar die kinderen. We zijn vergeten. We zitten vast in die boosheid en we stappen in een nieuwe relatie. Maar helaas met diezelfde onverwerkte emoties in die nieuwe relatie. En dan praat ik niet eens over één, misschien twee, drie relaties. En kinderen zijn erbij. Wat denkt u dat kinderen met zich meedragen als een moeder of een vader in twee, drie relaties verder is gegaan? Mm-hmm, snapt precies. U? En dat heeft dan ook invloed op dat kind. En dan ontwikkelt er weer iets anders daar. En zo gaan we maar verder eigenlijk. Praten niet eens over criminaliteit waar ze belanden. Ja, precies. Dat was mevrouw Rosanna Amian. Ze heeft het gehad over wat voor impact patronen kunnen hebben. En het is natuurlijk belangrijk dat je dat herkent. Als u behoefte eraan heeft, kunt u op de tweede en de laatste zaterdag gaan. Is ze dus bij Kennedy Stichting. Gaat u nu weg, er komt een tweede deel met mijn collega Rosita Leeflang.
Welkom bij het tweede gedeelte van In Gesprek Met voor vandaag. We zijn op kantoor bij de voorzitter van de Nationale Commissie Herdenkingsjaren. Dat is de heer Jack Uden. Want er is veel te doen rond deze herdenkingsjaren. We hebben net de eerste gehad en we zijn dus nu eigenlijk al bezig met het tweede herdenkingsjaar. En met de voorzitter gaan we dus praten over allerlei zaken die rond deze herdenkingsjaren gebeuren. Welkom in gesprek met meneer Uden. Dankjewel. Ik vind het een eer en een genoegen om in gesprek te zijn met u vandaag. De herdenkingsjaren. U bent voorzitter van de commissie. Kunt u vertellen waarom de commissie is opgezet? De commissie, de juiste benaming is Nationale Commissie Jubileumjaar 2023. Deze commissie is ingesteld in oktober, om precies te zijn. Geen oktober. Nadat de regering heeft gemerkt dat er inderdaad een aantal kroonjaren voor wat betreft immigratie en ook slavernij het komend jaar zich voltrekt. In casu dit jaar. Ja. En de president heeft toen gemeend om een presidentiële commissie in te stellen om alles in goede banen te laten lopen. Niet alleen, maar ook omdat de regering absoluut een bijdrage, financiële bijdrage ook nog had willen leveren voor een zo goed mogelijke herdenking van de activiteit. En u hoort me zeggen herdenking, want ik hoor veel mensen praten over viering. Viering, ja. Wat niet betekent dat er ook geen sprake is van viering, absoluut. Maar het heeft meer in de geest van uit dankbaarheid wat onze voorouders hebben gedaan, hebben doorstaan. En dat we nu zoveel jaren bij de Hindustaanse immigratie, zo'n 150 jaar, bij de Kitty Kotti Day is dat 160 jaar, 170 jaar voor de Portugese immigranten en 170 jaar voor de Chinezen. Dat is in oktober. Ja. Maar daarna zijn er natuurlijk Javaanse immigratie, ja. Die, dat is weliswaar geen kroonjaar in augustus. Maar die zijn allemaal meegenomen. Worden met name meegenomen in de dag van verbroedering. Want we willen ook een dag van verbroedering hebben om te kijken dat we alles bij elkaar kunnen brengen. En die vrede en die goede band die er moet bestaan tussen ons. Die eenheid die er moet zijn om die te gaan smeden. En we hopen dat dat mag gelukken. Ik ben niet geslaagd als dat niet lukt. Gebeurt, ik weet dat er zoveel dingen spelen. Maar ik denk dat dat een groot en een heel belangrijk onderdeel is van wat we denken te doen in de maand september. Okay. Ik sprak onlangs met, niet eens zo lang geleden, ik dacht 2 weken geleden inderdaad, met een Surinamer. En we hadden het over de vieringen en de herdenkingen. En hij stelde zich op het standpunt, we moeten af van al die dagen. En eigenlijk moeten we gaan naar één moment, want uiteindelijk, het is een natie. We moeten... Wat zegt u daarover? Ik moet u zeggen dat die gedachte ook bij mij speelt. Ik denk dat de volgende generatie daar echt op gaat inspelen. Het is fantastisch dat je die dag van 5 juni, die dag van 20 oktober, die dag van 1 juli, dat is die historische dag. Mm-hmm. Dat kan je niet wegdenken. Maar als het erom gaat van, als we het gezamenlijk zouden kunnen vieren, al die immigranten, bij wijze van praten immigranten, die dag van maken. En dan zeggen we, op die dag vieren we allemaal dat, zonder dat we onze geschiedenis, onze historie daarmee geweld aandoen door die echte dag weg te drukken. Dat zou het mooiste zijn. Dus ik heb ook die gedachte. Op dit ogenblik zijn we bezig met alles in mootjes te snijden. Maar daarom praten we over een dag van de verbroedering, zodat... Eigenlijk wordt daarmee al een beetje het idee gegeven van, kunnen we nu werken naar één dag waarbij we als natie samen die ene vuist maken. Als je kijkt trouwens ook naar ons embleem, daar zijn die handen die gele ster koesteren, de handen die hebben de kleuren van de vlag, van rood en wit en groen, met alle betekenis groen van leven, van rood van kracht, rood van wijsheid en alles wat en daarin liefde. Zit. En liefde die daarin zit. En wit van vrede, van justice. Ja. Maar dan die gele ster, dat is die gouden toekomst. Die gouden toekomst die wij graag zouden willen. Maar die kan je niet bereiken wanneer alle mensen hun eigen ding doen. Dus je zou daar inderdaad
naar die eenheid toe moeten. In dat kader wil ik die vraag nog eens een keertje bevestigen. Dat het niet zo mooier zijn dan dat, maar het is een kwestie van een lange weg die we nog moeten afleggen. En beleid? Moet er ook geen beleid voor gemaakt worden? Ja, ja. Beleid zou er moeten zijn. Maar ik heb de afgelopen dagen absoluut gezien hoe de mensen hun dag koesteren en hoe ze hun dat gegeven van dit is van mijn voorouders. Ja. Dat heeft ook bij mij een verschillende snaren geroerd. Dus terwijl ik het zo stoer zeg, moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat ook ik dat zie als een probleem. Hoe je dat echt gaat moeten oplossen. Ik zie al iemand zeggen van 1 juli gaan we nog niet meer herdenken. Jongens, we gaan het nou brengen naar november op die dag. Ja. Dat gaat niet werken. Nee, dat dus, nee. Maar uiteindelijk moeten we die richting opgaan. Ja. Met uiteindelijk, maar, en net wat u zegt, beleid zal dus, daarop worden afgezet. Dus daarom denk ik denk aan beleid, omdat met beleid kun je zaken zonder emoties in elkaar zetten en ervoor zorgen dat inderdaad al iedereen het ermee eens absoluut, is dat het komt. Absoluut. Aan de andere kant denk ik, meneer Uden, om dit doel te realiseren, moeten we toch bij onze jeugd beginnen? Moeten we ook niet investeren in een cultuurbeleid voor op de lagere school, op de MULO-school? Ik had het net al over de volgende generatie. Ja. Daarom zeg ik denk niet dat deze generatie dit nu nog kan realiseren. Maar we moeten wel inderdaad die grond voor die nieuwe generatie, die andere beginnen te effenen. Ja. En dan komt dat woord wat net gevallen is, beleid. Dat we daarover gaan nadenken via cultuur, via onderwijs, via op allerlei manieren organisaties die inderdaad zich daarvoor inzetten en inspannen om dat voor te bereiden. Mm-hmm. Want we zijn echt een heterogene samenleving. Alles gaat door elkaar. Ja. De Chinezen, de Hindustanen. Eigenlijk, als we in ons dagelijks leven ernaar kijken, zien we daar geen enkel probleem in. Ik moet met een beetje armoede zeggen, soms werkt de politiek niet echt in het voordeel hiervan. En dat is vaker gezegd, dat komt niet alleen uit mijn mond. We moeten kijken dat onze politiek zodanig wordt bedreven dat je je overal thuis voelt. Dus eigenlijk moeten we ook in de politiek gaan investeren om ervoor te zorgen dus dat het, als daar investment voor nodig is, dan moet dat gebeuren. Ik zeg het heel voorzichtig dat elke politieke partij zich thuis voelt. En dat ook die politieke partijen dit moeten gaan bevorderen. Ik zie wel bewegingen hoor, zonder politieke partijen zo met naam en toenaam te noemen. Maar ik zie wel bewegingen. En ik denk dat inderdaad de jongere generatie die nu opkomt en die praat over, die zich echt beweegt met politiek, dat die deze barrières gaan willen verbreken. Ik heb gisteravond bij een toespraak een hele mooie gezegde aangehaald van een wijsgeer die gezegd heeft: how can you ever communicate if you continue to build walls instead of bridges? We trekken muren op zonder dat we dat weten. Ja. En we zeggen dat we wel willen communiceren en dat moet toch veranderen. Maar intussen zijn we bezig met muren op te trekken. Ja. Wat moeten we doen? We moeten bruggen naar elkaar toe slaan. En understanding, ik moet toegeven, de Hindustaanse immigratie neem die maar als voorbeeld. Mm-hmm. Zoals de mensen hier zijn gekomen 150 jaar geleden. Het is to be applauded wat ze 150 jaar later hebben kunnen bewerkstelligen. Dat zich van generatie tot generatie, elke keer weer een stukje verder, een stapje hoger, een stap tot wat we vandaag hebben. Dan zeg ik van, dat is toch fantastisch. Dat is, ik hoop dat ook het geval is bij de anderen. Situatie die we zullen ervaren. Onlangs was er ook een lezing met dat thema. Hoe worden we een natie? Eén natie. Er zijn mensen die zeggen, we worden het nooit. Want een eenheid worden is een heleboel. Of wij maken het niet mee. Maar ik denk dat dit soort initiatieven en dit soort praten hierover, in discussie gaan met elkaar, dat wel de weg kan zijn naar het worden van een natie. Je zult me nooit horen zeggen dat het niet te bereiken is. Alles is te bereiken. Ik bedoel, we beginnen te denken in termen van laat de goede God ons die wijsheid schenken. En het moet kunnen. Alleen, als je zou zeggen dat het morgen al moet gebeuren, dan zijn we echt aan het fantaseren. Ja. Maar dat het uiteindelijk zich zal voltrekken. Dat heeft zich voltrokken in andere landen. Daar hoef ik geen voorbeelden voor aan te halen. Dan zeg ik, het moet kunnen. Het moet kunnen. Maar die goede wil moet aanwezig zijn. En overal waar je mensen hebt, zal je positief en negatief hebben. Dat is verder geen punt, maar laten we proberen
het positieve te laten overheersen, ja, dan komen we wel die richting op. En ik denk dat in dat kader van wat de regering heeft, en ik moet ze op dit stuk inderdaad complimenteren en zeggen van, laten we dit nou gaan streamlinen. Laten we een commissie, een nationale commissie en subcommissies bij elkaar zetten, ja, om richting hieraan te geven. Dat het niet in hokjes alleen wordt. Ja, uiteindelijk is het gisteren het feest van de Hindustani die is afgerond. Want dat is in dag. Dag 1 juli hebben we datzelfde. Ja. Maar de activiteiten die worden ontwikkeld, worden ontplooid op weg naar die datum toe. Dat die inderdaad algemeen zijn. Dat alle mensen, dat hele iedereen samen. En dat heb ik gisteren gezien. Niet alleen wat op podium aan dans en toestanden is gezet en waar we van hebben genoten. Maar gewoon ook deelname aan al de verschillende activiteiten. Er was in NIS, was er een geweldige beurs waar alle groepen, rangen, standen daar te vinden waren. Dan zeg ik van ja, het is, je praat over Hindustaanse immigratie. Mm-hmm. Maar kijk nou wat die outcome is. Ja. Dus ja, het komt uiteindelijk. Het komt uiteindelijk. En ik heb goede hoop ook straks met 1 juli, Kitty Kotti, die heeft een andere, er zijn allerlei andere problemen die daar zich voltrekken. Dat weet ik. En die hele kwestie die zich nu afspeelt, waar en hoe dat zal worden opgepakt. Dat, welke kwestie? Over de, die comma van, het verhaal achter de premier Rutte. Ja. Ja. Hoe verder daarmee. En goed, er zijn commissies, subcommissies, niet in dit verband. Die zijn al jaren aan de weg aan het timmeren. Eentje van waar de heer Rozer volgens mij voorzitter is en die andere van meneer Sunder. Sunder, ja, voorzitter. Dus ja, er zijn commissies die al bezig zijn daarmee. Ja. Ja. Misschien nog meer dan die twee die ik hier nu noem. En ja, laten we hopen dat we een stapje dichterbij komen tot de waarheid. Een vraag vanuit het volk, meneer Uden, is: moeten we echt al dat geld uitgeven aan feest, terwijl het economisch niet goed gaat, niet zo goed gaat in Suriname? Absoluut, we moeten geen geld uitgeven aan feesten. Maar we moeten geld uitgeven aan deze ontwikkeling. Dit is iets anders, het is niet gewoon feesten. Mm-hmm. Dit is een kwestie, ik zeg net, feesten zit er ook in. Ja. Maar dit is een kwestie waarbij we herdenken. En in die herdenking, absoluut moeten we dat feestelijke erbij hebben. Want die goede God heeft ons die mogelijkheid geboden. Die heeft de voorouders van ons zo ver gekregen dat die hebben over kunnen dragen. Ja, dat is feesten. Maar als iemand zou zeggen, moet ik geld geven om te feesten? Dan zeg ik, nee, we gaan herdenken. En in die herdenking zit het feesten. Bovendien is dit niet alleen en uitsluitend voor die herdenkingsdag. Okay. Integendeel, er zijn een aantal andere projecten die op dit ogenblik draaiende zijn. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld die Legacy of Slavery en Indentured Labor, waar op de universiteit, waar het is een internationale conferentie, een aantal mensen in het, ook dat is in het kader, ook voor het bedrag dat is gegeven voor die herdenking, zit ook dus dat kennis erin. Ja. Daarnaast hebben wij NAS, die gaat het hebben over doorwerking van het verleden en het heden. Over emigration en hoe hebben ze het genoemd? Om eens te kijken hoe contractarbeiders, emigranten, zo wordt het genoemd. Dat wordt morgen wordt dat formeel geopend, die tentoonstelling, waar ik ook kort iets zal zeggen. Maar ook dat is opgenomen in dit kader. De overheid heeft een bedrag gegeven, welke verspreid moet worden onder al de verschillende instanties en groepen. Maar het is bij lange na niet voldoende wat er allemaal nu gebeurt. Ja, dus waarop wordt gerekend? Op ondersteuning, op sponsoring, op mensen die een goed hart hebben voor wat er gebeurt. Er is veel op het gebied van educatie, wat na de datum waarop het vervalt verder voortgaat. Mm-hmm. Nou, dan zeg ik ja, daar is er geld voor nodig. En dat we daartussenin ook feesten kunnen en blij zijn en dankbaar zijn, nou, dat moet dat wel kunnen. Dus ik ben niet absoluut oneens ben ik met de mensen die zeggen van dat bedrag en ook de hoogte van het bedrag. Nou, dit is, gelooft u mij, dit is te verwaarlozen wat er nu gebeurt. En we zijn dankbaar, ik tenminste als voorzitter, wanneer ik zo allemaal hoor, wie er allemaal als sponsoren ondersteuning geven aan de projecten.
Anders zou dat absoluut niet door kunnen gaan. Want de voorzitter, de regering, die gaat tot een bepaalde hoogte en verder kunnen ze niet. Ja. Nu is president Murmu geweest van India. Komen er nog meer presidenten of andere hoge gasten? Ja, de president van Ghana is uitgenodigd. Okay. De president van China is uitgenodigd. Die is van oktober, die andere van juli. En ik hoop van ganser harte dat de president van Ghana ook daadwerkelijk ingaat op de uitnodiging. Okay. Wij als commissie hebben natuurlijk voorstellen gedaan. En die voorstellen zijn van harte overgenomen door de regering. Ja. En de mensen zijn intussen uitgenodigd. In het uiterste geval wordt een vervanger of een open instantie. Ook Nederland. Intussen is al bekend dat de koning er niet zal zijn. Die zal in Amsterdam zijn. De premier Rutte, idem dito. Dus dan komt zijn vicepremier. Die is ook uitgenodigd. Okay. En ik heb begrepen dat er inderdaad daarnaar gewerkt wordt. Okay. Dus ik hoop van ganser harte dat al deze ontwikkelingen maken dat Suriname er een voordeel uithaalt. Als ik zie wat er allemaal getekend is nu tussen India en Suriname in verband met dit bezoek. Suriname is gewoon direct in de picture gezet over de hele wereld. Want de president van het land komt naar je toe. En ik moet zeggen, ik heb absoluut genoten van haar uitstraling. Ja. Geweldig. Kunt u een beetje over haar vertellen? Want wij van de pers kwamen nergens in de buurt. Zo erg was het niet. Ja, zo nee, waar ik heb nergens een interview gezien met haar of zo. Ze heeft wel gespeeched natuurlijk. Gespeech, ja. Ik denk dat ze andere normen hanteren. Ik weet het niet zo zeker. Hoor. Maar ze kwam heel erg prettig over haar uitstraling. Ook de dingen die ze zei. Op een bepaald moment zag ik er met kinderen zo bezig. En toen dacht ik, dat mijn hart brak op dat moment. Want eigenlijk gaat ze dan op dat ogenblik dwars tegen de protocol in. Maar op dat moment ze pakt ze met die kinderen, drie van die kleintjes van mij, dat voorrecht om daar te zijn. Nou, ik hoop van ganser harte dat ook wat ze allemaal heeft gezien hier in Suriname, dat zal maken dat de band tussen ons en India in dit geval, dat verstevigd wordt. En straks wanneer die president uit Ghana komt, dat ook weer die band verstevigt, enzovoort, enzovoort. Okay. Dus dit moet een voordeel hebben. En als dat voordeel er is, dan zeg ik, dat bedrag waar we over praten, gooi het overboord. Hier zijn er veel meer voordelen die daaruit gehaald worden. En daar moet ik een compliment geven aan degene die dat hebben gedaan. Oké. U bent tevreden over 150 jaar Hindustaanse immigratie en hoe dat alles eraan toe is gegaan vanuit de presidentiële commissie. Bent u daar tevreden over? Ik ben een ondernemer en ik ben nu wel een gepensioneerde ondernemer. Dat woord tevredenheid hoort u nooit in mijn woordenboek. Ja. Behalve nadat ik God dank ben voor elke dag. Maar tevreden, dat hoort u niet bij mij. Er is altijd iets waarvan je zegt, perfectie kon daar. Ruimte voor verbetering. Dat hadden we iets beter kunnen doen. Ja. Maar overal genomen, was fantastisch. Okay. Ik bedoel, ik heb nauw samen gewerkt met diverse van de commissies, zowel hier als in District Wanica en in Saramaka ben ik geweest. Ik heb een hoop geleerd, ook ik ben verrijkt geworden door de gesprekken die ik gevoerd heb, vergaderingen die ik gehouden heb. Mensen vanuit de andere kant nou bekijken. Dat was, soms heb je een bepaalde mening over een ontwikkeling, over de dingen die je hoort op een afstand, totdat je erin gaat. Nou, dan moet ik zeggen, ik mijn petje af voor wat we hebben gepresteerd met hun. En het respect dat ook door hun naar de Nationale Commissie is overgebracht. En dat was geweldig. Ik moet toegeven, het is nog niet ten einde. Nee, er zijn nog een aantal projecten. Ja, ja. En er zijn ook nog projecten die doorlopend zijn, ook op het gebied van educatie. Ja. Maar de belangrijkste druk is na 5 juni nu ten einde. Oké, de meeste mensen praten over 3 kroonjaren, de 150 jaar, de 160 jaar en de 170 jaar van de Chinezen. Maar de eerste emigranten, dat waren toch wel de Portugezen uit Madeira. Ja, wordt er daar ook aandacht aan gegeven? Nou, je zult altijd horen dat we 4 noemen. We noemen de Hindustaanse emigratie, we noemen de 1 juli Kittikoti, we noemen de Chinese emigratie, we noemen de Portugese immigratie. Eigenlijk moet ik die Portugezen voor de Chinezen zetten. Want zij waren eerst. Zij zijn van augustus. Eigenlijk is dat de oudste. Ja. Maar ik moet toegeven, die groep is heel erg klein. Althans, de mensen achterhalen. Er is ook geen organisatie als zodanig die daar waar je mee kan praten en zeggen van luister, wat gaan we doen. We hebben wel dat
op dit ogenblik al in werk ingesteld. En er zijn wel een aantal individuen daaruit gehaald met wie gepraat is. Maar de camera gaat absoluut ook op hun gericht zijn. En wellicht dat het niet een nationale vrije dag wordt voor hun, maar in de dag van de verbroedering kan dat ook worden meegenomen. Want die dag van de verbroedering moet u absoluut vasthouden. Daar willen we proberen om die eenheid, gedachten, daar te vieren. Te vieren. Oh, ja, dat willen we wel vieren. Dat willen we wel vieren. Ja. En dat is in en september? Daar hoef je geen geld voor te hebben. Daar moet je hart voor hebben. Daar moet je hart voor hebben. Je moet je goed geweten hebben. Dan moet je open zijn om de ander ook te willen ontvangen. Wordt dat in september? Dat is in september. Wordt het een vrije dag? Nee. Het is 21 september. Dat is de dag welke de Verenigde Naties heeft uitgeroepen tot Dag van de Vrede. Oh, dus het kon geen mooiere dag zijn om dat te hebben. En de activiteiten die we daar omheen zullen voltrekken, die zich zullen voltrekken daaromheen, die zullen op die zondag of op die zaterdag na de 21ste. De 21ste moet een donderdag zijn. Op die dag gaan we mensen dan decoreren die zijn voorgedragen in het kader dus van dit lustrumjaar. Of kroonjaar. En wanneer het betreft een grotere manifestatie, dan proberen we dat op die zaterdag of op die zondag zelf te doen, zodat er geen vrije dag dan wordt. Vrije dag die er nu nog komen, dat is van 1 juli, Kitikoti, dat is altijd zaterdag, zo. Ja. En die van de Chinese immigratie. Ja. Dat is elk lustrumjaar wordt dat gegeven. Maar ook daar kunnen we terugkomen op het eerste gedeelte. Zou je niet moeten kijken hoe je dat allemaal bij elkaar brengt? En zo kijk je, want nogmaals, ik praat over deze vier, maar heb je de Marwan-dag, je hebt de dag van de inheemse, je hebt de dag van de Javaanse immigratie. En allemaal vrijdag. tot besluit, wat wilt u zeggen aan Suriname als het gaat om de kroonjaren die nog resten? Nou, ik kan alleen maar bedanken de geweldige bijstand die er is geweest, ook naar mij toe persoonlijk. Ik heb ook veel adviezen gehad, ik heb ook veel mensen me horen bellen van maar hoe zit dat, maar hoe zit jij daarin en hoe heb je dat? Ik vond het geweldig, want daardoor kon ik uitleg geven. Ja. Ik vind het prettiger wanneer iemand me benadert, val me desnoods aan, dan kan ik tenminste een reactie daarop. En wanneer we uit elkaar gaan, dat je kan zeggen van ik ben verrijkt geworden. Mm-hmm. Dus alvast mijn dank voor de geweldige ondersteuning die ik persoonlijk als voorzitter, maar ook als commissie heb gehad, die gemaakt heeft dat we inderdaad gedaan hebben wat nu gedaan is. En dat we dat meenemen naar de volgende groep waar we nu naar kijken. Want nu gaan de camera's naar 1 juli Kitikoti activiteiten. We hopen, er zijn ook daar een aantal velden die goed bestreken moeten worden om het een smooth verloop te laten hebben. En wat dat betreft ben ik degene die vaak als een brugfiguur tussen de mensen moet zitten. En dat doe ik met alle dankbaarheid. Dus ik wil de mensen oproepen en niet de Afro-Surinamers, de Surinaamse samenleving, om straks als een eenheid ook die 1 juli en daar waar foucas zijn en dingen waar komen, dat we ze even opruimen en dat we kijken hoe we daar ook weer die zegen van die goede God, want als je iets goed doet, zegent hij dat, zo hoe is we dat van hem zullen krijgen. Dank u wel, meneer Uden. Het was mijn voorrecht om je te hebben. Ik weet dat dit een paar keren is gevraagd en uitgesteld. Ja. Maar het was mijn voorrecht. Ik zat midden in die drukte van de. Ja, dat van de. Ja, kon. Nee, dat is te begrijpen. En ik hoop dat je je voordeel haalt uit dit gesprek. Zeker weten. Dat was het gesprek met de heer Jack Uden. U kunt ons blijven volgen natuurlijk van de nieuwsdienst. Ook in de komende weken en maanden zullen wij aandacht blijven geven aan deze verschillende kroonjaren. Tot zover dan ook deze aflevering van In Gesprek Met. Bedankt voor het willen kijken en tot de volgende week.